Vrijheid. Iets wat vanzelfsprekend lijkt, maar in deze bijzondere tijd niet direct vanzelfsprekend is. Wij geven al generaties lang de vrijheid door. Maar 75 jaar vrijheid vieren we anders dan we gehoopt hadden. Wat betekent vrijheid eigenlijk voor jou? Vrijheid betekent voor mij doen wat ik het allerliefste doe. Vrijheid betekent voor mij dat ik met mijn gezin en familie de tijd kan doorbrengen zonder zorg. Vandaag vieren wij 75 jaar vrijheid. Een vrijheid die voor onze generatie bijna vanzelfsprekend is geworden. Vrijheid betekent voor mij dat we vriendinnen kunnen afspreken en samen leuke dingen kunnen doen. Vrijheid is voor mij straks weer lekker met mijn vrienden mogen afspreken en niet meer hele dagen binnen zitten. Vrijheid betekent voor mij weer mijn vrienden kunnen afspreken, eindelijk weer naar school kunnen gaan en te gaan dansen. Maar door de coronacrisis merken we dat het niet zo vanzelfsprekend is. De kinderen kunnen niet naar school, je mag niet naar je favoriete café of lekker uit eten in een restaurantje. Dat kan nu even. Vrijheid is voor mij dingen doen die ik leuk vind. Vrijheid betekent voor ons even stilstaan bij de mensen die zijn overleden in de oorlog. Dit is wel een van de mooiste plekken om daar even bij stil te staan vandaag. Vrijheid is voor mij reizen over de hele wereld en studeren in het buitenland. Kunnen zijn wie je wilt zijn. Is het nou bijvoorbeeld anders dan hoe anderen zich gedragen, wat anderen geloven, hoe anderen zich kleden? Prima, gewoon doen. Wees gewoon jezelf. Betekent voor mij al 29 jaar ondernemen hier in Vlissingen en ik heb enorm veel respect voor alle mensen die hiervoor gevochten hebben. Vrijheid betekent voor ons het werk kunnen doen wat wij leuk vinden. Dat we kunnen staan waar we willen. Familie opzoeken wanneer jij dat wilt. En vrijheid is voor mij de muziek maken die ik fijn vind om te maken. Samen met anderen. Vrijheid betekent voor mij sportieve evenementen organiseren waar iedereen aan mee kan doen. In een stad waar iedereen zichzelf kan zijn. Vrijheid is natuurlijk als Vlissingse voor mij elke dag een rondje over de boulevard kunnen lopen. Niet dat ik er altijd tijd voor heb, maar als ik tijd heb, altijd. Ik hoop met jullie allemaal volgend jaar hier op het Bellamy Park onze vrijheid weer te kunnen vieren op het Bevrijdingsfestival Zeeland. En ik hoop dat onze vrijheid dan weer vanzelfsprekend is, zoals die de afgelopen jaren was. Tot volgend jaar! Hoe geef jij vrijheid door?